NTR. Hallo, hallo, goedenavond en welkom bij College Tour. Marta U, Sander V, Robert M, Ferdi E. Samen met zijn tweelingbroer verdedigt hij de grootste criminelen van Nederland. Zijn leukste uitspraak? Ik voer het woord voor de camera, want mijn broer is domweg te lelijk. En zijn meest filosofische uitspraak? Mijn cliënten hebben verschrikkelijke dingen gedaan, maar het zijn geen verschrikkelijke mensen. In de mooiste stad van Nederland, namelijk in Maastricht, zijn we te gast op de Universiteit van Maastricht. En samen met de studenten hier interview ik meester Wim Anker. Welkom. Wat scheelt het eigenlijk met uw broer? Hoeveel sneller was u geboren? 15 minuten. En dat is een bepalende voorsprong? In die zin dat mijn broer die achterstand nooit heeft ingelopen. We beginnen altijd dit programma met... Wat was je voor een student op school of op de universiteit? Wij waren studenten vanaf ons 19e. We zijn dus op ietsje latere leeftijd gaan studeren, 19 jaar. Die uiterst serieus waren, conscientieus, discipline. Men noemde ons in Groningen... Akelig serieus, beetje buiten de groep vallend. Twee kalende hoofden, immer op de eerste rij. Vinger omhoog, irritatie. Ik zie het aan uw gezicht. Ja, ja. Hoogleraren komen daar nu nog wel eens op terug. U stelde vragen waarop wij zelfs schriftelijk moesten reageren. Maar geen frivoliteiten, geen dames, drank, drugs? Nee, ik kan dat gewoon... Ja, er zijn mensen die het misschien niet geloven, maar... Wij gingen wel eens uit naar Café de Woldhoorn, maar dat was het eigenlijk, hè? Maar waardoor werd die keuze dan bepaald dat jullie dat strafrecht wilden? Wat was de vonk? We hadden een geweldige lerares recht op de HBS. Dat stimuleerde. We hadden een vader die zijn hele leven burgemeester was... op de eilanden, Vlieland, Schiermonnikoog de Koog en later in Akkerum. Waar wij nu wonen, die stimuleerde dat ook. En we gingen op jonge leeftijd al naar rechtszittingen toe. En dan zie je ook de rol van de griffier en van de rechter en van de officier en de advocaat. En toen werden wij gegrepen door die advocaat. Vechten, strijden, knokken, pleiten. Prachtig. Ik vind het nou nog mooi. Nog steeds? Prachtig. Mooiste beroep van Nederland. Mooier dan topvoetballer? Dat is lastig, want toen ik jonger was, heb ik altijd gezegd... maar ja, wie zegt dat niet? Ik wil profvoetballer worden. Dat is niet gelukt. We hebben daar iemand over gevonden die jullie allebei kent... als jong ventje en als voetballer. Kijk mee. Hun roots zijn, ik denk dat ze wel in Akkerum zijn geboren. En de jongens voetbalden. Allebei nog toen. Nou ja, die zaten in A1. En ik was speler, trainer, aanvoerder van de eerste in mijn nadagen. En trainde dus ook A1. Ja, ze konden wel aardig voetballen. Ze waren technisch, ze waren wel heel kwetsbaar. Ze waren fysiek niet fantastisch. Wim was sterker dan Hans. Als ik commentaar op zat, en of ik dat maar andere mensen ook, dan zeiden van je bent te week, te zacht, een softie. Hè? Dus een beetje bang, hè? Een beetje bang om geblesseerd te raken. En toen richtten ze zelf een zaalvoetbalclub op en die heette, tot mijn verbazing, net te week. En dat is in het Fries niet te week. Dus eigenlijk hadden ze het gek met zichzelf. Ze willen graag opvallen. Ja, zo zijn ze. Ze zijn hartstikke extroverte mannen. Hè? Ze hebben een beroep wat ongelooflijk spannend is. En voetbal is voor hun een geweldige uitlaatklep. En zo doen ze het ook. Hè? Wow, wat een doelpunt! Ze laten alles achter zich en ze beleven het spel zoals een voetballer het bijna beleeft. Hè? Dus scheidsrechter en de grensrechter. En dan krijgt de scheidsrechter of de grensrechter een gele kaart omdat hij buitenspel verkeerd heeft gezien. En dat soort grappen. Hè? Dus om hen heen dan is het een hele toestand, een hele hilarische toestand. Hè? En dat vinden ze mooi. Hè? Ja, hoe belangrijk is winnen voor jullie? Ik vind als je strafrechtadvocaat bent,
dat je nooit moet spreken, en ik hoor dat wel van collega's, in termen van winst en verlies. Dat vind ik een beetje oppervlakkig, een beetje gemakkelijk, want het is geen voetbalwedstrijd. Wij krijgen een dossier aangeleverd. Maar die cliënt wil wel graag dat jullie die zaak winnen. De cliënt zegt dat wel vaak, van Anker, deze zaak moet gewonnen worden. Maar dan leg ik hem dat ook uit, dan relativeer ik dat, want wij krijgen een dossier. Politie en OM werken daar vaak al maanden in. Wij springen in de rijdende trein en staan per definitie in elke strafzaak bij de aftrap met 3-4-0 achter. Dus dat leg ik de cliënt ook uit. Krijg je dan een vrijspraak? Is dat prachtig? Maar zal ik nooit zeggen, ik heb de zaak gewonnen. Want dan moet ik in heel veel andere zaken zeggen, ik heb hem verloren. En dat ligt me niet. Oké. Dus dat woord wil je niet uitspreken, want daar tegenover staat verlies. En ja, verlies is onverdraaglijk? Nee, ik kan er wel mee leven. Ik heb 7 cliënten die levenslang gekregen hebben. Dus dan zou je tegen mij kunnen zeggen, van Anker, er heeft wel iets meer in gezeten. Maar in die zaken weet ik dat ik er alles aan gedaan heb. Ja. Dat ik alles uitgaf. En dan kan ik er, hoe vreselijk dat voor mijn cliënten is, want die hebben levenslang, maar dan kan ik ermee leven, om in termen te blijven. De zaal gaat open voor studentenvragen. Hiervoor. Ik vroeg me af, aangezien meneer Moskowitz u in de media al een aantal keer heeft zwart gemaakt, wat u nou van hem vindt. Ik hoop op een niet politiek correct antwoord. Nou, ik kan u niet geruststellen. Ik heb op de vraag geoefend. U had hem al verwacht? Ja. Ik vind dat heel vervelend dat hij in diverse media steeds weer de giftige pijlen richt op ons kantoor. Broeder Hans zit hiervoor. Heeft daar totaal geen last van en zegt altijd lachend tegen mij, kennelijk doen wij het toe. Want waarom al die tijd en energie steken in ons kantoor? Vind ik wel mooi geformuleerd. Maar ik heb er, vorig jaar was voor mij een zwaar jaar, moeilijk jaar, Robert M. jaar. En dan heb ik momenten er wel last van gehad. En dan vraagt menigeen, Anker, waarom schiet je niet terug? Waarom zeg jij niet A, B, C, D? Want dat zou kunnen, maar dat is niet de koninklijke route. En dan zeggen Hans en ik tegen elkaar, de modder op het kleed van uw naaste is geen zeep voor uw eigen kleed. Ik doe dus niets. Dank u wel. Vond u mooi, mijn huis? Ja. Ik had nog wel een vervolgvraagje verwacht van deze student hier. Maar ja, voor de mensen die het niet gevolgd hebben, waar begint de fitty, heet dat tegenwoordig, als je op Twitter gaat. Wat is de oorsprong van jullie veten? Ik zou het niet weten. Wij hebben 16.000 advocaten. Hans en ik geven cursussen aan 1500 strafrechtadvocaten per jaar. Kunnen met iedereen goed. Maar kennelijk meent hij in de publiciteit ons kantoor te moeten beschadigen. Ik begrijp dat niet. Het is wel een collega, maar het is natuurlijk niet collegiaal. Nee. Dus ook al blijft hij volharden in teksten bij RTL Boulevard, ja, bij De Wereld Draait Door, ja, dat maakt u niet uit. U reageert niet. Nee, ik had hier de kans gehad om misschien 2-1 te scoren of 2-2 en die laat ik lopen. Ja. Soms is het sterker om niks te doen, maar of je ervan leert, weet ik niet. Einde onderwerp. Volgende vraag. Denkt u dat de mens in principe goed of slecht is? Dat vind ik heel moeilijk. Of een mens in beginsel goed of slecht is. Ik heb beroepshalve een zwarte jas aan, geen witte. Ik ben wel geneigd, maar dat komt ook door de opvoeding thuis, om uit te gaan van het goede. Maar soms zie ik zoveel gruwelijks dat ik wel eens tegen Hans zeg, ons maatschappijbeeld wordt toch wel wat beïnvloed door wat wij op tafel krijgen. Laten we even kijken wat er op jullie bordje is gekomen de afgelopen jaren. Weet u nog wie Ferdi E. is? Inderdaad, de ontvoerder en de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn. 20 jaar werkte Marta U. als ziekenverzorgster in verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl. Nadat een aantal bewoners op onverklaarbare wijze is overleden, wordt een onderzoek ingesteld. Uiteindelijk wordt Marta gearresteerd. De Groningse schrijver Richard K. heeft bekend dat hij zijn vrouw 9 jaar geleden heeft vermoord en begraven achter hun huis in Ganzedijk. K. heeft nu toegegeven dat hij zijn vrouw na een ruzie heeft doodgeslagen.
U kijkt naar een extra nieuwsuitzending in verband met de grote brand in Volendam. Politieman Sander V. is voor de moord op Millie Boele ook in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Robert M. gaat in hoger beroep. Vorige week werd hij veroordeeld tot 18 jaar cel met dwangverpleging voor het misbruiken van 67 jonge kinderen. De advocaten van Robert M. vinden dat het bewijs onrechtmatig is verkregen. Al mijn cliënten hebben iets verschrikkelijks gedaan. Het zijn geen verschrikkelijke mensen. Waarom zijn het geen verschrikkelijke mensen? Dat kun je heel makkelijk zeggen als je de betrokkenen helemaal niet kent. Dan wordt er ook geschreven over een aantal van deze passerende verdachten. Ja. Het is een monster. Toch twijfelde je net op de vraag van een student, zijn mensen goed of slecht? Daar kwam geen helder antwoord op. Het was niet de twijfel, maar omdat ik het heel lastig vond om daar een goed antwoord op te geven vanuit mijn professie. Ik heb een band met vrijwel al mijn cliënten. Mm-hmm. Wij gaan wekelijks naar de mensen die u liet passeren hier toe. En in sommige gevallen krijg je dan een band en na 2-3 keer zie ik daar niet meer de moordenaar, niet meer de verkrachter, niet meer de kindermisbruiker, maar een mens. Zijn eigen aard, zijn eigen karakter. En ik zie ook niet meer in geen enkele zaak bij een ontmoeting de beelden op mijn netvlies. Want als ik dat had, kan ik mijn werk ook niet doen. Ja. We gaan zo meteen jullie vragen laten stellen over de kwestie Robert M. Want daar is natuurlijk veel over te doen geweest. Eerst even de zaak Robert M. Robert N. heeft bekend dat hij 87 kinderen heeft misbruikt. De slachtoffers zijn steeds kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2,5 jaar. Deze leeftijdsgrens werd mede bepaald door het feit dat kinderen van die leeftijd nog niet goed kunnen praten. Wij beginnen vandaag met een citaat uit een slachtofferverklaring van een moeder. Zo klein was je. Zo onschuldig. Een baby. Een dreumesje. Een klein wezentje dat de hele wereld in principe nog vertrouwt. En zeker als papa en mama hebben gezegd dat het goed is. Dat die meneer voor je zal zorgen. Robert M. moet 18 jaar de gevangenis in met tbs en dwangverpleging voor het seksueel misbruik van 67 zeer jonge kinderen. Robert M. raakte geïrriteerd, werd boos en gooide met water toen bleek dat zijn spijtbetuiging niet leidt tot strafvermindering. Hoewel hem telkens de gelegenheid werd getoond om te reageren. Goed, Robert M., daar gaan we het over hebben. Vragen hiervoor. U zei al dat u zich niet laat beïnvloeden door de media. Dat u cliënten zo objectief mogelijk benadert. Hoe zou u Robert M. als mens dan omschrijven? Dat ga ik niet doen, want dat is iets persoonlijks tussen de cliënt en mij. Ik heb hem tientallen keren ontmoet, urenlang. Waarbij we het hele dossier doorploegen. Dat is op zich al een hele klus. Maar we spreken ook wel over aangelegenheden buiten de strafzaak. Het is op zich een intelligente man. Ik ga geen beschrijving geven van de persoon, want dat staat mij niet vrij. Oké, dank u wel. Hiervoor. Meneer Anker, ik vraag me af, zou u eigen kinderen durven toevertrouwen aan een groep in een kinderdagverblijf waar Robert M. de leiding heeft? Dat is wat een theoretische vraag. Ik zou ik heb geen kleine kinderen meer, maar die zou ik wel toevertrouwen aan een crèche-kinderdagverblijf natuurlijk, waar ook mannen werken. Weet ik dat iemand al een keer veroordeeld is, dan zal ik daar nog eens heel goed over nadenken en waarschijnlijk net als ieder ander niet enthousiast zijn. Maar ik kan het niet betrekken op mijn eigen cliënt, dat zou niet goed zijn. Nee, maar waarom zegt u het gewoon nee? Waarom zou je het risico lopen om je kind of je kleinkind? Nee, dat risico wil je natuurlijk niet lopen. Ik ben dus is wel het antwoord dan toch nee? Nou, ik ben wel altijd iemand die ook vanuit mijn professie gewend en geneigd is om mensen nog eens een tweede kans te geven. Maar ik geef toe als het dichtbij komt dat ik dan in dit geval zal zeggen nee. Ja, 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 dus u zou niet bereid zijn om kind of kleinkind. Nee, je neemt met je kind natuurlijk geen risico. Dus het antwoord is nee? Oké. Okay. Hoe gaat uw omgeving, dus familie, bekenden, directe vrienden, hoe gaan die om met het beroep dat u doet?
Wat heeft dat voor impact op hen? Het valt niet altijd mee. Vooral niet voor de naasten direct om je heen. Laat ik vooropstellen dat ik een dikke huid heb. Ik ben 30 jaar advocaat. Ik kan heel veel hebben. Ik geef wel toe dat het in die zaak van Robert M. in alle opzichten extreem was. Hij belt ons op. We hebben ja gezegd na beraad. Maar we hadden niet deze enorme stroom van negatieve reacties verwacht. Je dochter is hier in de zaal. Ja. Raakt het jullie? Af en toe wel. Maar bij ons in het dorp, ja, het is al gewoon bij ons in het dorp dat mijn vader en oom advocaat zijn. Dus in principe valt dat wel mee. Maar natuurlijk word je er wel op aangesproken. Wat is de ergste reactie die jij op straat te horen hebt gekregen naar aanleiding van de verdediging van Robert M.? Op straat valt het mee. Dat gaat meer in de sfeer van, nou ja, hoe kun je er zelf mee leven dat je vader zoiets doet? Maar ik weet wat zijn werk inhoudt. Dus ik weet ook de andere kant van het verhaal. Maar ja, dreigmails die je te lezen krijgt, dat is natuurlijk ook niet echt... Dat zijn hele erge mails geweest. Die heb je gelezen? Waren dat er veel? Heel veel. Je leest die mails. Wat is de ergste tekst die je gelezen hebt naar aanleiding van de zaak Robert M.? We hebben er 20, 30, 40 in kopie aan de politie gegeven. We hebben nooit aangifte gedaan, heel bewust. Maar er was een aantal bij waarin stond... ik schiet u binnen 3 dagen dood en wel op die plek. Mm-hmm. Dat is ernstig. Ja, dan zegt broeder met een kwinkslag, want zo moet je vaak wel. Nou ja, dan heb ik ook 50% kans om... al dan niet te redden. Blijft altijd een anker over, maar... Het raakt je wel. Ja. We hebben heel veel bedreigingen gehad omdat ons kantoor... vlakbij kantoor ligt een zeer onoverzichtelijke vijfsprong. En daar gingen veel mails over. Als u daar loopt, neem ik u op een bumper. Ik geef gas. U moet zich 10 keer omdraaien. Ja, dus mensen weten waar jullie kantoor houden. Ze weten de situatie. Weet je wat gek is? Je doet het ook nog. Hè? Je bent voorzichtig. Ja, ja, want... Een paar keer per dag, een paar keer per week stap je daar natuurlijk over die kruising. En dan let je ook nog op. Heeft je vader met jou overlegd of hij deze zaak zou nemen, ja of nee? Meer in huiselijke kring. Wat was jouw reactie toen je hoorde dat Robert M. zijn steun had gevraagd? Doen of niet doen? Dubbel. Doen qua werk wel, want het is gewoon een zaak. Het is gewoon werk wat hij uit kan voeren. Maar niet doen, ja, misschien vanwege de reacties. Dat was wel iets, gewoon de media-aandacht. En de angst dat je vader iets kan overkomen. Ja, ja. Dat het persoonlijk dichtbij kan komen allemaal. Ja. Hoe zwaar is dan die zaak geweest? Als dit erbij komt, de bedreigingen, de persoonlijke bedreigingen? Loodzwaar. Ik ben 30 jaar advocaat en ik doe 12 moord- en doodslagzaken per jaar. Dus je bent het een en ander gewend. Maar ik vond dit op alle fronten zwaar. En op een bepaald moment ben je ook moe. Hè? Het roeien tegen de stroom in, zeg ik wel eens. Hè? Als je dat letterlijk en figuurlijk, daar word je ook moe van. Maar uiteindelijk moet ik zeggen, dat vind ik ook wel mooi. Ik heb het wel gered. Hiervoor. Wat vindt u belangrijke rechten van verdachten? En hoe ziet u daar ruimte voor verbetering? Ik maak mij ernstig zorgen over de rechtspositie van de verdachte in Nederland 2011, 2012 en wat nog volgt. Want we hebben met dank aan het laatste kabinet weer een stroom wetgeving gehad waarin alleen centraal stond vergelding en repressie. Maar resocialisatie, dat is een woord dat voor Hans en mij heel belangrijk is, dat is een besmette term. En het is allemaal ten gerieve van de samenleving. Laten we even kijken naar wat politici de afgelopen jaren gezegd hebben met betrekking tot rechten van cliënten of van verdachten. Als u onverhoopt geconfronteerd wordt met een inbreker in huis en u slaagt erin om die met een paar ferme tikken het huis uit te jagen, dan wordt de inbreker in de boeien afgevoerd en niet u, zoals nu op dit moment nog te vaak het geval is. Als er echt hevige rellen zijn met waar geweld bij werd gebruikt, zoals vorige week, dat dan de politie niet mag wijken, maar er moet staan en ook de bevoegdheid moet hebben om als het nodig is na een waarschuwingsschot gericht te schieten. Ik denk dat er rechters zijn die nog steeds niet uit de ivoren toren komen, dus het wordt tijd dat ze dat wel af en toe doen. En niet alleen van de rechtbank naar huis fietsen en weer terug. Ja, de essentie is de laatste jaren, rechters snappen er helemaal niets van.
Dat zei de oud-staatssecretaris, demissionair staatssecretaris Fred Teven. Ja. Mensen in de knieën schieten en als er iemand in je huis is, slaan je huis uit. Dat is een beetje de tendens. Wat vinden jullie daarvan? Schandelijk. Het is helemaal niet nodig, die scherpe maatregelen. Wantrouwen in de rechter, waarom? Maar is dit gevaarlijk, uitspraken zoals we die hier horen? Ik vind dat wel. Ik ben een trouwe aanhanger van de leer van Montesquieu, de machtenscheiding. Maar als ik... Montesquieu maakt het niet meer mee, maar die zou slechte momenten beleven. Wat is de verklaring voor het feit dat we steeds meer ferme, harde taal horen van politici in Den Haag? Ik denk omdat het scoort en zetels oplevert. Maar het heeft met feiten en realiteit, meneer Huis, niets te maken. Oké, hiervoor. Denkt u zo langzamerhand al eens stoppen? Nee. En ik geniet, dat is niet overdreven, van iedere dag. Het beroep is zo afwisselend. Het is emotie. Of naar de ene kant of naar de andere kant. Het is zo direct contact met mensen in problemen. En wat ik ook mooi vind, maar een ander misschien niet... je staat altijd met de rug tegen de muur. Je moet creatief zijn. Je moet een achterstand inlopen. Je moet schieten, knokken, pleiten. Prachtig. Mooier is het niet. Ja. Wij zijn wel voor de politiek gevraagd. Een brief van twee regels teruggestuurd. Ik zei eens advocaat, altijd advocaat. Wie heeft jullie gevraagd voor de politiek? Ik noem geen namen, maar drie partijen. Drie partijen? Ja. Nou, we zijn onder elkaar. We willen toch iets meer weten dan... Nou, ik vind het fijn dat ik hier alleen met u zit. En dat u dat onder elkaar noemt, dat vind ik prachtig geformuleerd. Maar ik geef er alleen mee aan. Het is glashelder dat men kan vragen van... want ze weten niet waar wij staan. Wilt u naar die partij, die partij, die partij? Dat ik gewoon terugschrijf. Ik wil niet eens een onderhoud met u, want... advocatuur zit me in het bloed, nooit meer iets anders. Maar dat is een raar standpunt, want als je je zo teweer stelt tegen de politici die we gehoord hebben, het kan allemaal niet en die mannen die wilden te hard beleid, word dan minister van Justitie en knap het zaakje zelf op. Ik heb het wel eens gedacht. Ik heb wel eens een zwak moment gehad dat ik dacht, ik ga de Kamer in, maar dan zegt Hans, dan ben je een van de 150. Je kan toch minister worden, minister van Justitie, daar is er maar één van. En dan, meneer Huis? Nou... dan los je zaken op waarvan je denkt, die zijn krom, het moet recht worden. Nee, want we zitten in het politieke klimaat van 2012. En als deze jongen dan minister zou zijn... dan komt er weer een halfbakken iets uit waar ik totaal niet achter sta. Dan moet ik compromissen sluiten. Dan moet ik genoegen nemen met standpunten die de mijne niet zijn. Ik ben advocaat, ik ben onafhankelijk. Ik kan roepen. Ik kan zeggen wat ik wil. En daar sta ik voor. En ik hou de rug recht. Ik ben ongeschikt voor de politiek. Ik had gelezen, en ik weet niet of het nog actueel is, dat 70-80% van de zaken die jullie doen, dat prodeo is. Van waar is dat zo? Prodeo, even voor, dat is voor niks, voor God. Jullie krijgen dan een vergoeding. Het is niet alleen voor de lieve heer, want we krijgen van de staat een fooi. Het hele kantoor Anker en Anker is 50-50. Prodeo en betalend. En in mijn praktijk is het 90% prodeo en 10% betalend. Mijn broer zegt vaak, nou, dan heb je in 32 jaar heel wat bereikt. Ja, heb je voor 90% een ziekenfondspraktijk. Maar ik heb wel een mooie praktijk, een kleurrijke praktijk. Is er nog een vraag? Ik heb nog steeds niet helder waarom dat zo is. Dat heeft te maken met waar je geboren wordt, waar je opgroeit en hoe je zelf denkt. Mijn ouders hebben ons geleerd van, zorg dat je voor een ieder bent. Maak geen onderscheid naar mensen, groepen. We hebben het estafettestokje overgenomen. We zijn advocaat geworden. Hans en ik hebben gezegd, wij zijn advocaat. We zullen er tot het einde voor een ieder zijn. Ook weer een kwestie van rugrecht houden. Nu kan ik terugkijken. Dat is toch prachtig? 32 jaar terug. We hebben nog precies hetzelfde uitgangspunt. En kijken jullie, wel eens met schuine en begeerige ogen naar de collega's die rondrijden in Maseratis, in dure Italiaanse kostuums, door de hoofdstad paraderen, in mooie restaurants eten? Ja, met een schuine oog kijken we, maar niet begeerig. Nee, geen jaloezie? Nooit. Geen moment. We hebben totaal andere levenshouding, totaal andere werkattitude. Dat kunt u helemaal niet vergelijken. Mooie vrouwen? Niets menselijks is mij vreemd. Mooi geantwoord, hè? Poëtisch. Zou zo de politiek in kunnen. Ja. Oh, sorry. Hiervoor. Op welke manier bereidt u zich voor dat u iedere keer als u een pleidooi moet houden 100% daarvoor kunt gaan? Pleidooi voorbereiden betekent dossier 2-3 keer lezen. Gaandeweg het lezen de relevante jurisprudentie erbij halen. Bespreken met alle collega's. En dan het allermooiste moment
voor de advocaat het inspreken. Dat doe ik met een dictafoon. Het inspreken van het pleidooi. Ik doe dat niet via een computer, maar ik heb de grote lijnen. Ook bij Robert M., pleidooi van 2,5 uur. Zet ik punten op papier en dan ga ik lopen. Weer dat apparaat wat me dwars zit, Huis. Ja, hij zit nu helemaal. Zal ik hem losmaken? Wacht, want ik vind het wel leuk als je dat voordoet. Nou, ik ben mijn mobiliteit kwijt. Dat verdriet me zeer. Waren we maar een radioprogramma, dan was het allemaal zoveel makkelijk. Dan had mijn broer ook wel kunnen komen. Ga staan. Oh, sorry, ik had nog een keer. Ja, duw hem in je zak, dan raak je hem nooit meer kwijt. Ga staan. Dan, ik vind dat het allermooiste. En dan begin ik te pleiten, bijvoorbeeld over levenslang... van meneer de president, Edelachtbouw College... hieronder de feiten en omstandigheden op basis van... ik vind dat uw college niet de ultieme sanctie... in deze zaak kan en mag opleggen. A. En dan loop ik alles langs en dan ga ik door de keuken, door de kamer, door de tuin. En dan is het klaar, dan krijg ik zo'n stapel papier. Dan ga ik het herschrijven. Volendambrand... Jan Veerman, 1101. Het pleidooi heb ik wel 6 keer herschreven. Gelet op de gevoeligheid, gelet op de emoties, gelet op de slachtoffers, gelet op de nabestaan. Wat is je advies aan toekomstig strafpleiters hier in de zaal voor de opbouw en de uitspraak van een mooi pleidooi? Wat is het belangrijkste? Ga zitten. Dank u wel. U bent een goed gastheer. Kort en bondig, dat is punt 1. Ik hoorde net 2 uur voor het pleidooi. Ja, dan praat je over Robert M. en dan praat je over de Volendambrand. Uitzonderingen. Okay. Het gaat om de hoofdregel. Bij een politierechter 7-8 minuten. Meervoudige kamerzaak 12-13. Dus pleidooi uitgeschreven met pen. 6 velletjes. 6 A4'tjes. Maar altijd kort en bondig, dus niet... allerlei bijzaken erbij halen. Niet die rechter vermoeien, niet die officier vermoeien. Kort en bondig hebben de rechters behoefte aan. En helemaal aan het eind, dan zeg ik... meneer de president, Edelachtbouw College, concluderend... A, B, C, D, E, klaar. En soms sla ik ook nog op het spreekgestoelte. Om ze wakker te krijgen. Ja, en als ik denk dat er een rechter... nou gebeurt dat bij collega's vaker, maar wegzakt... of wegdommelt, dan doe ik 2 dingen. Of ik zet mijn glas water met kracht neer... of ik zwijg 7 seconden. Het is niet een betere manier dan om ze alle 3 weer... kaarsrecht achter hun bureau te krijgen. Het is deze week 25 jaar geleden dat Ferdy Elsass, hij is overleden... Gerrit-Jan Heijn ontvoerde en vermoordde. Laten we kijken naar jullie geschiedenis, want jij was de advocaat van Ferdy E. en wat er gebeurd is. Daarom vraag ik u uit het diepst van mijn hart... laat Gerrit-Jan zo gauw mogelijk vrij... zodat er een einde komt aan deze lijdensweg. De meest geruchtmakende moordzaak in Nederland bereikt eind 1987 een climax. Wat aanvankelijk het werk lijkt van een criminele organisatie... is uiteindelijk terug te voeren op 1 man. Ferdy E. Woensdag... heb ik de moord gepleegd. Vrijdag zat mijn jongste dochter bij mij aan de keukentafel. En toen werd bekend via het nieuws dat Gerrit-Jan Heijn verdwenen was. En mijn dochter zei toen, wat verschrikkelijk gemeen. Dat is verschrikkelijk. Je kan er met je pet niet bij dat maar 1 man dat gedaan heeft. Het was natuurlijk ook verschrikkelijk. Het moment dat de pink gestuurd wordt, dus dat een onderdeel van het lichaam van je vader wordt opgestuurd... is natuurlijk niet te beschrijven wat je dan voelt en meemaakt. Heijn zelf is dan al lang niet meer in leven. Hij is die eerste dag al doodgeschoten en begraven. Kijk, dat Ferdy even vroeg vrij kwam, dat wisten we al lang. Dus dat moment zat eraan, wist niet precies wanneer. Nova heeft ontdekt dat Ferdy E. over 12 jaar van zijn gevangenschap... met terugwerkende kracht een WHO-uitkering heeft aangevraagd. En gekregen. Zo'n 700.000 gulden. Dat geldbedrag wat hij meekreeg was inderdaad een grote verrassing, op een bepaalde manier een schrik. En tegelijkertijd kon ik wel heel goed beseffen dat het vanuit Wim Anker gezien een briljante vondst was. Ik heb geen haat, ik heb geen wrok, ik heb nooit trauma's gehad. De organisatie in Gaast had zowel mijn moeder geregeld om haar levensverhaal te vertellen als Wim Anker
om ook over de zaak Ferdy E. te praten. Ja, zo langzamerhand was de tijd daar rijp voor, om hem nou eens een keer te ontmoeten. Dus stond er nu helemaal open voor. Het was vooral natuurlijk heel mooi om elkaar gewoon aan te kijken en te ontmoeten en nog even na te praten. Dat was een dankbaar moment. Een dankbaar moment, zegt Ronald Jan Heijn, wiens vader vermoord is door Ferdy E. En Ferdy E. is door jou bijgestaan en verdedigd. Hoe bijzonder is dat, dat de familieleden van een slachtoffer contact krijgen met de advocaat van de dader? Ja, ik vind het een ontroerende passage. Ik zie hem voor het eerst. Een jurist gebruikt zelden de term uniek, want dat is enig in zijn soort. Maar het lijkt er wel erg op dat dit het is. Dat je samen met mevrouw Hank Heijn, en mijn cliënt heeft haar echtgenoot gedood, een lezing verzorgt in een klein dorpje in Friesland. Wat ook niemand te weten is gekomen. We waren daar met 80 mensen. En ze hebben mij benaderd van, wilt u dat doen? Ik vond dat heel groot. Het bevestigt ook de statuur die zij heeft, mevrouw Heijn. Ook hoe ze omgaat met dit drama. Dat ze mijn cliënt heeft vergeven. Dat ze nog correspondeert met de weduwe van Ferdy E. Dat ze mij heeft bericht. En dat wij samen een inleiding hebben gehouden voor zo'n bijeenkomst. Mm-hmm. Dat heb ik in 32 jaar ook niet eerder meegemaakt. En wat is dan exact het punt wat je ontroert? Dat zij het op kunnen brengen om daar mevrouw Hank Heijn op het podium te vertellen wat deze vreselijke zaak met haar en haar gezin heeft gedaan. En daarnaast mij te vragen van, wat heeft het met u als advocaat gedaan? Welke strategie heeft u gekozen? En dat stelt dan de weduwe Heijn voor. Ik vond dat zo bijzonder. En nu weer als ik het zie. Ik zie tranen in je ogen naar aanleiding van dit moment. Nou, dat zou kunnen, want dit laat mij niet onberoerd. Het is iets wat je niet vaak tegenkomt. De tendens is hard te opslaan, wat we eerder hebben gezien. De politiek wilde hard opslaan. En deze mevrouw zegt juist, mevrouw Heijn, nee, vergeving. Uitermate belangrijk geluid in een tijdperk waarin vergelding en repressie voorop staan. En waarbij dit een heel opvallend geluid is, maar wel prachtig dat zij het is die dat geluid brengt. Wat leren we van haar? Dat je een bepaald moment kunt zeggen, hoe verschrikkelijk het ook is, ik vergeef het deze man, hij beheerst mijn leven niet verder. Ik ga weer verder. En wat mij betreft hoeft hij niet nog 10 jaar vast te zitten of levenslang. Zij heeft gezegd, de rechter heeft gesproken en dat is goed geweest. Maar het is heel groot, want ik heb dat gelukkig nooit meegemaakt, dat je dat kunt. En de manier waarop zij met mij omgaan, vind ik ook hoogstaand. Meester Anker, vreest u niet dat een cliënt als uw cliënt Robert M., die in dit tijdperk van vergelding in de ochtendbladen, specifiek één, wordt afgeschilderd als een monster. Dat hij niet op een long stay afdeling van een kliniek belandt, wat u een gruwel is en wat u een eufemisme noemt voor nooit meer de vrijheid in. Ja, u hebt wel een punt. Hij heeft gekregen 18 jaar in TBS. Van die 18 moet hij 12 zitten, even kort door de bocht. Als het zo blijft, dan begint de behandeling. Stel dat die behandeling niet aanslaat en na enige jaren wordt hij nog steeds recidive gevaarlijk geacht, dan dreigt en komt waarschijnlijk de long stay. Nou, dat weet u. Niet meer behandelen. En dan kan dat verkapt levenslang zijn. Die kans zit er natuurlijk in. Al komt hij er weer uit, dan krijgt hij een groot probleem.
Want die foto van Robert M. is bij die bewuste persconferentie... en dan praten we over 10, 11 december 2010... meters qua omvang vertoond aan profiel en in het gezicht... waarvan wij hebben gezegd, volstrekt onnodig. Ik begrijp uw antwoord. Ik wil u toch vragen... als er nu ouders thuis zitten te kijken... Ja. En die horen dit antwoord... en hun kind is misbruikt door Robert M. en de beelden daarvan zijn verspreid over het internet. En die krijg je er ook waarschijnlijk nooit meer af. Die ouders die denken, waar maakt die man zich druk over? Eén foto van de dader... terwijl mijn kind rondzweeft op het internet in de meest verschrikkelijke posities. Er is regelgeving over... Die hebben toch pas levenslang, ja. Die kinderen? Ja, maar we kijken nu even of dit geoorloofd is. Natuurlijk heb ik oog voor de belangen van de kinderen. Natuurlijk heb ik oog voor de belangen van de ouders. Maar mijn taak is heel anders. Ik ben raadsman voor Robert M. Van de eerste tot de laatste seconde. En met kracht. En dat is mijn taak. En ik schuw de kritiek niet. Achterin. Meester Anker, ik heb twee vragen nu. De ingevoerde wietpas heeft veel kritiek met zich meegebracht. En bijvoorbeeld een gevolg van is, of een meer een nadelige gevolg, dat de straathandel van drugs opbloeit. Merkt u daar wat van binnen uw praktijk? En wat vindt u zelf van de wietpas? Moet die blijven of afgeschaft worden? Dat is een leuke vraag in Maastricht, want dit is natuurlijk ground zero van de wietpas. Ja, en hier is die ingevoerd en het systeem schijnt een drama te zijn, want de burgemeester van Maastricht, VVD'er Onno Hoes, heeft gezegd, we moeten er vanaf. Hij was eerst wel enthousiast. Hij is gedraaid. En wij waren helemaal niet enthousiast van Metawaan, want het werkt niet. En dat is natuurlijk ook gebleken, want je kunt die pas wel invoeren. Maar je ziet nu wat de consequenties zijn. De handel verplaatst zich. Je kunt toch veel beter greep daarop hebben. Die coffeeshops, daar wordt van links en rechts op geschoten. Maar het houdt in elk geval wel in dat je mensen die gebruiken kunt... traceren, dat je weet waar ze zijn, dat ze bovengronds optreden en niet ondergronds. En nou krijg je dus chaos. Je krijgt de handel op straat. Hè? Misschien dat een advocaat zegt, nou ja, prima. Minister Anker pikken, zou dit... Pikken we nog een graantje mee. Ik zou direct zeggen, verscheuren. Weet u wat dit weer is? Dit is wetgeving die optisch weer stoer is en ferm. Kijk eens wat we doen, maar eventjes langer. Nadenken had ertoe geleid, hè, want dan moet je zeggen, wat doet die wet in de praktijk? Wat zijn in de effecten in de praktijk? En dan had je dus moeten zeggen, we doen het niet. Nee, maar dat is de politiek, boom. Want wij zijn stoer, wij zijn ferm, kijk ons eens. De voor zijn camera, Ivo Opstelten is de VVD-minister van Justitie. Ja. Wat is het bericht van Wim Anker aan demissionair minister van Justitie, Ivo Opstelten? Qua wetgeving eerst, meneer Opstelten... tot 5 tellen, maar het liefst tot 10. En niet zoals het de laatste 1,5 jaar gaat... met diverse wetgeving op het gebied van het strafrecht. Eerst schieten en pas later de roos tekenen. Dank u. Dank u wel. We hebben het over ernstige zaken gehad. En we weten van jullie beiden, Wim en Hans Anker... die houden dus van voetbal... van Akrum, van Heerenveen. En jullie hebben op de een of andere manier een zeer bijzondere binding met Limburg. En met Maastricht. En met een dorpje dat enige kilometers hier vandaan ligt. En dat heet Sleenaken. Waar jullie al decennia lang met z'n tweeën en met de familie op vakantie gaan. Daar is ieder jaar een kermis. Ik begrijp dat jullie daar een belangrijke rol in spelen. Kijk mee. Is een kwestie van geduld. Onze ouders die kwamen hier in, nou moet ik even heel goed nadenken, 1959. Ja. Dus toen waren wij een jaar of 60 zes, zijn ze hier gekomen. Daar zijn ze nog altijd dankbaar voor. We zien elkaar hier weer. Het is het Perzische kleedje. Ongeveer 40 jaar hing daar een everzwijn met een hoed op. Hè? Ja, maar we houden 10% houden we van de overnachtingsprijs in, omdat het everzwijn werd. Ja. Want wij willen het liefst dat alles bij het oude blijft. Ja. Wij zijn
traditionele mensen hechten aan historie. Ja, toen wij studeerden kregen we altijd een bruine envelop door de bus en daar staan dan de resultaten van de tentamens in. En mijn broer zei altijd tegen mij, maak jij het eerst maar open. Want als ik dan een goed cijfer had, dan wist hij ook dat hij een goed cijfer had. Maar hij zat er net iets onder. En die frustratie, daar heeft hij het in zijn leven altijd nog moeilijk mee gehad. Komt er een grote zaak binnen kantoor en zegt Hans, dit lijkt mij een zaakje voor de jurist die cum laude is afgestudeerd. De irritatie. Had je toen maar beter die best moeten doen. Als we nu toch kijken naar het glas, dan moet ik even wat ik ga zeggen, even kracht bijzetten. Bij mijn broer is dit vaak half leeg en bij mij half vol. En het tweede punt wat ik wil zeggen is inderdaad dat hij gewoon, terwijl hij naast je zit, je kan bedonderen. Kun je functioneren zonder je broer Hans in dit vak? Ja. Dat is heel ongewoon. Want het kantooranker en anker is er al heel lang. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik zeg altijd, het is kantoor anker en anker. En niet anker. En als hij wegvalt, tja, misschien zou ik het kunnen. Maar ik denk het niet. Je bent zo één. Het is ondersteunend, het is prachtig, het is een zegen. Waar je niks voor gedaan hebt. Is dat wederzijds? Ik denk dat de glans er dan af is. Dat wil niet zeggen dat ik het niet zou gaan proberen. Ik ben nog van plan om flink wat jaren door te gaan. Ik ben nog lang niet van plan om te gaan stoppen. Maar ik denk wel dat het moeilijk is, wordt, ja. Wat is het beste advies dat je kunt geven aan de studenten in Maastricht hier vandaag aanwezig en mensen die thuis zitten te kijken? Oordeelt niet te snel en veroordeelt niet te snel. Laat dat laatste zeker aan een rechter over. En dat betekent enige terughoudendheid als iemand in uw omgeving verdacht is. En niet te gauw roepen van zie je wel, hij is het. Want het is nog altijd verdachte en de rechter bepaalt later wel of de verdachte ook dader is. En markant is dat op dit moment al zo'n 10% van de verdachten wordt vrijgesproken. Dus je zal het maar zijn. Het oordeel is al geveld. Daarna word je vrijgesproken. Het leed is al geschied. Mensen, tel ook op dat gebied even tot 5. Als iemand verdacht is, je kan hem ook proberen te steunen. Maar ja, dat is in 2012 ook een moeilijk verhaal. Maar ik meen het wel. Wim Anker. Blijf zitten. Normaal gesproken is dit het einde van het programma. Maar we hebben een cliffhanger, zoals het heet. We hebben nog iets bedacht. Een verrassing, iets groots. Eerst zeg ik even de gast van volgende week in College Tour. Geen geringe vangst, vinden we zelf. Aartsbisschop en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu. You black people, don't go into God's sea. Because God's sea here is white. God's sea? What? I mean, this is God's sea. This is our country and we are claiming what is ours. I call upon you, Desmond Tutu, to come to the rostrum and receive the Nobel Peace Prize for 1984. Now taking to the stage a giant of South Africa, civil rights leader, a Nobel Peace Prize winner, Desmond Tutu. Desmond Tutu, volgende week. Zaal zit bijna vol. Kijk naar onze website. Meld je aan, ook voor David Sedaris, Amerikaanse bestseller-auteur, violiste Janine Jansen en een nieuwe gast die ik bij deze bekend maak, Sonja Barend. Aanmelden kan via de website hieronder in beeld, collegetour.ntr.nl. En dan nu de verrassing, heer Anker, waar ik het over had. We hebben het gehad over Limburg. De fanfare uit Slenaken is hier. Daar komt weer een terrein, daar komt weer een terrein. Zie dat feestje door een Friese banter gaan. Daar komt weer een terrein.
Tour vanuit de Universiteit van Maastricht met Wim en zijn broer Hans Anker en natuurlijk de fanfare uit Sleenaken. Bedankt voor het kijken, tot volgende week, tot ziens.